Het is maar nu dat we beter begrijpen wat hij allemaal aan het doen was. Maar in die tijd, het enige wat ik voelde, dat het belangrijk was en dat het ook zeer intelligent was. En ik vond Jeff iemand die, ja, zo'n zachte anarchist, die alles ging opblazen, de museums ging opblazen, die tegen de instituties was. Maar ik was al aangetrokken door het idee van iemand die zo toch dieper nadacht en ook niet zo een meeloper was. Wat mij fascineert in het werk van Jeff, dat is dat hij poogt of dat hij probeert, en hij doet dat ongelooflijk goed, dat hij alles probeert te noemen. Ik bedoel, dat is noemen in die zin dat hij alles horizontaal wil spreiden en dat hij alles wil benoemen en zo goed mogelijk wil benoemen. Hij doet dat al schilderend, al schrijvend, al tekenend. Dat zijn zo dingen die bij mij in mijn achterhoofd blijven spoken. Ook als ik naar andere kunstenaars kijk of naar andere boeken lees. Als een soort van toetssteen, zoals wat men in Frans noemt een metapensee. En daar is, behoort binnen de kunstenaars die mij inspireren, behoort Gijs zeker tot de top 3 of de top 5 van de mensen die nog altijd de koers gaan nemen.